Goedemorgen, het is vandaag zondag. We krijgen opeens een stortbui, maar dit hoort er ook bij. We staan nog steeds in Cap Breton. We zijn weer langer gebleven vanwege het lekkere weer, wat we ook gisteren nog hadden. En gezelligheid met Jos en Suzanne. En Loesje, de hond voor Simon. Ja. Nou blijven we vandaag nog vanwege dat we hier internet hebben. En we... Dag lieverd. We gaan Formule 1 kijken. Samen met Jos. Maar het begint echt te hozen. Er is gewoon een haast rivier hier nu op het... Op de camperplaats. Op de camperplaats. Maar het was voorspeld dat er zware windstoot en regen en zelfs sneeuw in Spanje zou komen. Dus we zijn benieuwd en we wachten het gewoon af. Je kan het toch kniksteken doen. Nee. Dus we gaan morgenochtend gaan we weg. En het zal morgen ook wel regenen en ook waar we naartoe gaan. We zien wel. En we zoeken gewoon een mooi weer op. Daar kunnen we toch niks aan doen. Aan het weer. Dus... Nou, tot later. Nou, die Fransen die groeten nooit. Beetje raar eigenlijk, maar ja, goed, dan doen ze dat maar lekker niet. We gaan weg uit Cap Breton. We hebben er maar liefst een week gestaan. En de laatste paar dagen was het weer wel een stukje minder. Dat was wel een beetje jammer, maar ja... Dat hebben we nou helemaal niet in de hand, hè? En gelukkig niet, want anders zouden we het allemaal anders hebben. We gaan naar Spanje toe. Vlak over de grens, ergens in de bergen, met een naam met een X. Weet jij hoe het heet? Geen idee, je hebt het me niet verteld. Nou ja, dat vertellen we dan straks wel even. Het is een beetje regenachtig, een beetje, ja, niet zulk mooi weer. Beetje druilerig. Een beetje druilerig, dus... Als het maar straks... de temperatuur is goed. Ja, als we er straks zijn, dan breng ik jullie op de hoogte. Later! Dat is toch een mooie vraag. Nou, maar ik vind toch meer van Oostenrijk weg hebben dan van Frankrijk. Noord-Spanje. Noord-Spanje? Er zitten haast in Spanje. Oh, ja. Recht naar beneden. Lijkt wel of je in de achtbaan zit. Nou schijnt het zonnetje lekker en nou is het nog blauw ook. Hé? Nee? Ja. Spaanse lucht, hè? Het zou vertalen. Ja, maar we zijn nog niet in Spanje. Nee, maar wel vlakbij. Okay. Dus daar waar het blauw is, daar is Spanje. Ja, tuurlijk. Okay. Optimistisch zijn, hè? Ja. Wat zouden we vandaag? Het zou vandaag slecht weer worden. Ja. Maar ja, waar het niet is, kan nog komen. Nee. Je zegt net optimistisch zijn. Dus dan zijn we optimistisch. Het wordt 30 graden en korte broeken weer. En mijn strakke speedo. Dit wil ik net zeggen. Kan je je speedo aan? Speciaal voor Martin doet hij zijn speedo aan. Mijn blauwe. En blauwe. Mijn blauwe speedo. Daar houdt Martin niet van. Martin is gek op blauwe speedo's. Goedemorgen. We hebben overnacht in Dantxaria. Het is de camperplaats is 500 meter over de grens. Dit gebouw hierachter, dat is de grensovergang. Dat is douane. Er wordt trouwens ook gecontroleerd door de douane. Wij zijn dan niet gecontroleerd, maar dat maakt niet uit. We hebben hier heerlijk overnacht, heerlijk geslapen. Het is nu erg nevelig, mistig, koud. Het is... niet echt een hele gezellige plaats waar we staan. Daar staan we. We stonden met 5 campers, maar voor overnachting was hij prima en lekker rustig. We gaan zo direct ook nog even tanken, want de diesel is hier onder de 1,40 euro per liter. En nou ja, daar maken we dan toch wel weer even gebruik van. Tot straks. We zijn net uit een dichte mist vandaan. En dit is best een lange slingerweg. Over een berg? Ja. Over een berg. Die berg al. En sommigen rijden dan gewoon zonder licht aan. Ja, kijk hoe mooi. Wat is het hier mooi?
gelijk dik. Van de mazzel? Van de mazzel wel. Ik blijf het zeggen, wat is het hier mooi, zeg hij. God, zie je die keer. En dat is dan wel een voordeel als je binnen doorrijdt en niet over de snelweg gaat. Dat, ja, dit is gewoon vreselijk mooi. Volgens mij rijden we in het Baskeland nu, maar ik weet het niet helemaal zeker. Kijk, die muurtjes die al 100 jaar staan hier, zoals afscheiding van hun landerijen. Hallo, daar zijn we weer met onze kaart. We zijn vanochtend vertrokken van Dansaria naar Pamplona. Het is heel mooi binnen doorrijden, waar eerst dichte mist. En na drank klaarde het op. En toen we in Pamplona aankwamen, hadden we alleen maar regen. Hoi, we zijn in Pamplona. We hebben de fietsen tevoorschijn gehaald en we zijn het centrum even ingegaan. Het is 3 graden. En we zijn naar het buitenland gegaan, naar Spanje, vanwege het mooie weer of vanwege de zon. Maar dat slaagt helemaal nergens op, eigenlijk. Ik had zelfs handschoenen aan. Maar we zijn even ergens, neem maar even wat lekkers, want we moeten toch een beetje wat opwarmen. De koffie ziet er lekker uit. Maar hij is ook heerlijk. Lekker warm worden. Pastel de nata, dat is het gebak van Portugal. Wat zal het in Nederland zijn? Tompoes? Je bedoelt ditte? Ja, het smaakt een beetje naar een tompoes, iets anders. Ja, dit lijkt op een tompoes. Pamplona is echt een hele leuke stad. Er zijn ook heel veel studenten en die zitten zomers gewoon buiten op de grond. Een biertje te drinken of een glaasje wijn. En in de maand juli rennen de stieren door de straten en dan gaan de Spanjaarden tomaten naar ze gooien. Maar dat zal een hels gebaar zijn hier. Ik heb een foutje gemaakt over de tomaten gooien naar de stieren in Pamplona. Zo was het hele verhaal eigenlijk niet. De stieren rennen in Pamplona, dat gebeurde doordat de stieren eigenlijk van de stal naar de arena moesten. En dat lukte niet zo goed, dus toen gingen de mensen in de stad meerennen met de stieren. In het begin was het nog illegaal, maar nu is het een internationaal feest geworden in Spanje. En dat is in juli. En de laatste woensdag van augustus, dan gaan de mensen naar elkaar tomaten gooien. En als de stieren gaan rennen in de stad, dan dragen de mensen meestal een wit shirt met een rode zakdoek. Om de stieren ermee te slaan met een doekje en je weet het wel. Het tomatengooien in Spanje werd ter ere gedaan van de San Fermín-feesten. San Fermín was een of andere heilige in Spanje en daardoor is dat feest ontstaan. Wow. Zo, wat een gebouw. Mooi, hè? We lopen hier in Pamplona langs een etalage. Nou, daar kunnen de etaleurs in Nederland nog wel wat van leren, hoor. Dit is echt gewoon super over nagedacht allemaal. Kijk. Alles wat ze in de winkel hebben, hebben ze erin gekleurd. Ze verkopen niet alleen kleding, heel veel kleding, maar toevallig ook maar een mandje met een wijnstokbrood. En eieren. En dan, om het helemaal af te maken, hebben ze een afbeelding van de eigenaar gedaan. Volgens haar moet ik het overdeel doen omdat het vol verstaanbaar is. We rijden nu naar Bardenas Reales. Dat is Noord-Spanje. Tussen Pamplona en Zaragoza in. Je hebt hier een woestijngebied en een natuurgebied. Er zijn 3 camperplaatsen bij, dus we gaan eens even kijken of dat is. De eerste afslag van de camperplaats is hier al, maar het schijnt er 1 heel leuk te zijn en 2 schijnt een stukje wat minder te zijn. Dus we gaan het meemaken, zo direct zien jullie de rest. Er zijn nog geen woestijntemperaturen, hoor.
Nee, maar het is wel warmer als net in Pamplona, want daar was het 3 graden. En hier is 11 graden, dus het is hier wel warmer. Oké, tot zo. We zijn doorgereden naar Arguenas, of weet ik veel hoe je dat uitspreekt. We staan hier, heel leuk, onder grotwoningen. Dan gaan we er eentje in. Grote ruimte. En wie hebben we daar? Simon! Gaan we hier even in. Hier kom je in de keuken. Dat is duidelijk te zien aan dit, het fornuis. Nou, die pot is helaas gesneuveld. Nog een grote ruimte. Volgende ruimte. Zo, dat is best groot, zeg dit. Volgende ruimte. Hoera! Simon zit er al klaar voor en wij ook. We hebben helemaal genoeg van dit weer. Het regent al de hele nacht. We waren bij de grotwoningen. Het was super interessant. En we zouden eigenlijk de woestijn in gaan, maar ik vind het koud en koud en koud. En we gaan door naar de kust. Daar zijn de verwachtingen beter. Dus laten we het hopen. El Toro. Hoor haar nou. Spreek een klein woordje Spaans. Goedemorgen. We vertrekken vandaag uit Alcanis. Goedemorgen. We zijn net onderweg uit Alcanis naar Peñíscola aan de kust. In Alcanis was heel vroeger een circuit. Guadalupe. Guadalupe, ja, het circuit van Guadalupe. Dat is tot 2004, 2005 is dat open geweest. En daarna nou, gesloten, nooit meer geopend. Het is lekker weer, lekker zonnig. Net als het helemaal blauw, nou is het een klein beetje bewolking hier en daar. Maar wat een verschil met de afgelopen weken, heerlijk. Nou, onderweg zal weinig aan zijn om te filmen. Dus als we straks op de camperplaats zijn, dan gaan we weer filmen. We gaan naar de camperplaats naar mijn zus en mijn schoonzus. Daar blijven we een bepaalde tijd staan. We weten het niet van tevoren. Dat zien we dan wel weer. Tot straks. En wat hebben we hier? Sneeuw. En daar zijn we eigenlijk niet voor gekomen. We zitten maar op 1200 meter hoogte, vandaar de sneeuw. Kijk, en daar dat blauw? En daar achteraan blauw. Dat willen we. We zijn gereden van Pamplona naar Arguedas. Arguedas, daar zijn de rotswoningen. Zo. Van Arguedas naar, even kijken, dat ging zo naar beneden, naar Alcanis. Daar hebben we overnacht op een camperplaats in het centrum van de stad.
bij Alkenas was een heel groot een kasteel boven de berg. Maar echt immens groot. En van Alkanis zijn we naar Benicarlo, Secu, Peniscola. Daar zitten we eigenlijk een beetje tussenin. Hier zo. En hier zitten we nu. We zijn gisteren aangekomen in Peniscola. Op deze camping. Stop and go La Volta. Dit is de camper van mijn zus en mijn schoonzus. Die staan hier ook. We blijven hier. Nou, we weten het niet. We blijven hier even staan. We staan hier zo. En we staan haast naast het tweelingbroertje. Zusje, wat het ook mag zijn. Hier heb je mijn zus. Staat hier al sinds 5 oktober. Staat hier al sinds 5 oktober, maar liefst. Maar voor een week, maar zijn niet weg te slaan. Wat? We gaan even Peniscola in. Dus zie jullie zo. Bedankt voor het kijken. Een duimpje omhoog wordt zeer gewaardeerd. Abonneren is natuurlijk gratis. En wanneer je het notificatiebelletje aanklikt, dan krijg je automatisch bericht wanneer we weer wat op gaan stellen.